We zijn hier bij het 150 kV-station aan de Rietweg in Biddinghuizen. Dat is een hoogspanningsstation wat wij ooit in 2005, 2006 gerealiseerd hebben. En wij zijn nu druk bezig om het station eigenlijk uit te breiden. De twee windmolenparken die op dit onderstation worden aangesloten, dat zijn Virus Venti en de Kubbeweg, althans de verzwaring van de Kubbeweg. In de eerste instantie zouden die bij het Olsterpad worden aangesloten, maar het Olsterpad ligt hier een heel groot stuk vandaan, vele kilometers. En wij hebben hier dit onderstation waardoor het eigenlijk voor alle partijen beter is als de Virus Venti en Kubbeweg bij ons worden aangesloten, omdat de afstand tot die windmolenparken en dit onderstation veel korter is dan de afstand richting het Olsterpad. Dus er komen zometeen twee transformatoren te staan. En er staat al een nieuw verdeelstation. Dat zijn we nu volop aan het inrichten. En tussen nu en twee maanden zal er ook de tweede transformator staan en de verdeler om te zorgen dat, dat we hier eigenlijk dubbel uitgevoerd zijn. Dit is de nieuwe 23 kV-verdeler die we aan het opbouwen zijn. Moet je eigenlijk zien als een aantal schakelaars. Net zoals bij thuis een schakelaar om het licht aan te doen. Alleen dit zijn natuurlijk veel grotere schakelaars om het vermogen te kunnen schakelen. En hier vandaan gaat het via de rail naar de transformator toe. Nou, hier kun je zien dat we volop bezig zijn met alle meters te monteren om te zorgen dat de stroom die geproduceerd wordt ook gemeten wordt. De meter van Virus Venti hangt hier al klaar. Alles wat er geproduceerd wordt gaat via die transformator en de schakelaar de hoogspanningslijn op en gaat daarmee naar het landelijk transportnet.